Oké, vandaag gaan we naar de kerstmarkt. Het is ongelooflijk vuil weer. Allee, vuil is veel gezegd. Het is aan het regenen. En normaal zou ik dan een van mijn VR-lenzen meenemen. We gaan niet veel licht hebben, ik denk 5,6 ongeveer met de regel van 16. En dan is het handig dat ik die WR-lens heb. Hier staat dat aangeduid, WR. Dat staat voor weather resistant. En de XT1 en XT2 zijn ook weather resistant bots. Dus die zijn ook bestand tegen regen. Of weersbestendig. Nu, ik moet wel zeggen, ik had vroeger mijn Nikon F80 analoge camera. Die was niet weersbestendig. Maar daar heb ik heel veel mee in de regen gewerkt. Dat is een kwestie van als je niet fotografeert, onder je jas steken. Dus noods als je continu fotografeert in de regen, kun je er altijd een zakje over doen. Met zo'n donker weer is er niet veel licht. Het is hier en daar binnen in de lokaal. Dus dan is het handig dat je naar F2 kunt gaan. Dat je meer lichtopbrengst hebt. Dus dat je met een lagere ISO nog redelijke foto's kunt maken. Maar dan moet ik natuurlijk wel de keuze maken tussen mijn 35 of mijn 23 mm f2 lens. Mijn zoomlens 18 tot 55 2,8 tot 4 is ten eerste al geen WR lens. Maar als ik daarmee 50 mm wil fotograferen, zit ik al aan f4 of 55 is het zeker. Maar ik heb nu heel recent deze lens gekocht. Ja, dus sowieso komt er ook een extra batterij mee. Er zit een batterij in de camera en een geheugenkaartje. Maar er gaat dus een extra batterij mee, zeker met dat gouden weer, extra handig. Ik heb dit beest van een lens gekocht. Je ziet, het is een grote lens. De 16 tot 55 mm, 2,8 over de hele lijn. En deze is ook weather resistant. Die kitlens is eigenlijk niet weather resistant. Deze wel. Dus ik ben eens benieuwd. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik er echt iets mee ga doen. Ik heb hem met Black Friday gekocht. Dus ik heb hem nog niet zo lang in mijn bezit. Ik ga die op de camera zetten, op de body. Ja, die zoom laat ik dan thuis. Die gebruik ik vooral nog om te filmen, omdat daar ook nog wel optical image stabilization op zit. Op deze lens, wat dat blijkbaar op die lens niet zit. En die steek ik dan in mijn tas. En die op de camera. En dan denk ik dat ik met 16 tot 55, dat ik daarmee voldoende bereik heb. Dat is naar 35 mm equivalent toe, is dat ongeveer vergelijkbaar met zo die 24-70 lens van Nikon bijvoorbeeld over de hele lijn 2,8. Toch wel dan 55 maal 1,5 al eerder in de 80. Het is iets verder bereik dan die 70 van Nikon. Ik hou jullie op de hoogte. Ik zal proberen daar ook een klein stukje te filmen als ik aan het fotograferen ben. Moest het echt niet lukken met deze lens, en met niet lukken, denk ik niet dat die onscherp gaat zijn of dergelijke, of dat die te zwaar of te groot zal zijn. Dat zal denk ik geen probleem zijn. Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat die 2,8 soms nog net niet genoeg is. Maar dan is deze slechts één stop minder lichtsterk. Dus ik weet niet of dat de moeite is van die mee te nemen. Maar die is zodanig compact dat ik hem toch maar meeneem. Ik ga de 35 nemen in plaats van de 23. De 23 gebruik ik meestal voor omgeving en dergelijke te fotograferen. Maar ik gebruik de 35 niet veel. Ik zou graag de 35 keer wat meer gebruiken. Dus ik zal mezelf, als ik tekort kom met deze, uitdagen met de 35 om wat omgevingsfoto's te maken van de kerstmarkt. Ik zal hier nog in de rest van de video een paar foto's laten zien die ik daar gemaakt heb van mijn eigen dochter. Zoals je ziet, was heel grijs, grauw weer. Op zich had ik met 2,8 zeker voldoende, zeker omdat er ook veel foto's buiten gemaakt konden worden. Ik ben wel gewoon van met F2 lenzen te werken. Er zal nog wel een video volgen waarbij dat ik de lens in detail verder bekijk. Maar wat dat mijn eerste indruk is eigenlijk vooral dat je... Ik ben gewoon van met de compactere F2-lenzen, prime-lenzen te werken.
En dat zijn heel compacte, lichte, snelle lenzen. En als je die gebruikt met een grotere Fujifilm body, zoals de X-T1 of de X-T2, zijn dat nog altijd heel compacte combinaties waarmee je op weg bent. Terwijl met deze lens, de 1655 f2.8, dat is een vrij grote en zware lens. Dat viel mij toch wel op die dag al snel dat ik met een veel zwaarder geheel onderweg was. Dus als je veel foto's maakt, natuurlijk, het is een super veelzijdige lens. Denk ik, qua veelzijdigheid kan het echt niet veel beter dan deze lens. Ik denk, als je echt maar één lens kan hebben en je hebt budget voor deze 2.8 versie, dan zou ik deze zeker aanraden. Het grootste verschil met de kitlens 2.8 f4, die vaak verkocht wordt voor de helft van de prijs, is natuurlijk die opening, dat 2.8 is, maar dan de f4 versie heeft, of 2.8 naar de f4 versie, heeft als pluspunt dat het heel veel compacter is en dat je ook optical image stabilization hebt, wat dan op deze 1655 niet zit. Maar dan, dus het eerste punt was het gewicht dat mij sterk opgevallen is. En het andere is eigenlijk, terwijl ik bezig was daar, ik ga daar geregeld, mijn jongste dochter gaat daar naar school. Dus ik ben daar geregeld op feesten en dergelijke meer met een fototoestel, met een X-T1, X-T2, aan het fotograferen. En eigenlijk word ik daar zelden over aangesproken. Maar nu deze keer ben ik daar zeker 2, 3, 4 keer over aangesproken op korte tijd. Dat gaat van mensen die vragen van of ik een opdracht van de schoolfoto's neem, of dat de foto's online komen te staan. Ook mensen die vragen van de foto's niet te delen, wat ik natuurlijk ook respecteer. Vandaar ook dat ik foto's deel van mijn eigen dochter in deze video. Maar dus wat dat opvalt is dat je hebt een zware lens die je mee hebt en je valt ook veel meer op als fotograaf als je met die lens aan de slag gaat. Dan technisch, de foto's die ik hier laat zien zijn bijna allemaal met f4 of of op opening f2.8 gefotografeerd. Maar ik heb zo goed als geen enkele foto waarbij dat ik het maximum qua scherpte diepte, minimum scherpte diepte heb ik er nergens uitgehaald. Want dat zou ik eigenlijk bekomen met die 2.8. Maar dan moet ik ook volledig naar tele gaan, naar die 55mm. En ik denk, hetgeen dat dichtst in de buurt komt is een foto f2.8. op 40 mm. De andere foto is 2.8 op 20, ik denk dat 23 mm is, iets in die zin. En dan zijn er nog twee andere foto's die ik gedeeld had. Dat zijn allemaal foto's gemaakt met opening f4. Maar ik denk, afgaand op die 2.8 op 40 mm, denk ik wel dat je ook... natuurlijk, het is niet vergelijkbaar met de 56 mm 1.2 lens. Maar ik zal die verrijking nog wel in een andere video maken. Dat was het voor deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.